Dames en heren, inmiddels is het bijna een week verder. En jullie zouden jezelf eens af kunnen vragen van, is het al weg? Is die gast zijn hoofd alweer in zijn normale vorm? Nee, nog steeds niet. Nou ja, normale vorm, dikke kop heb ik altijd al gehad. Maar dit is wel een soort extreme versie van hoe het altijd was. Interessant. Het is echt niet normaal. Nou weet ik wel dat jullie denken, jezus, het is echt al vet lang geleden. Heb je nou nog steeds zo'n dikke kop? Nou ja, het is nu wel vrijdag, dus ik heb toevallig vandaag ook meerdere video's opgenomen. En ja, jullie gaan nog wel... Misschien dat dit de laatste video is met mijn dikke kaak. Laten we daarop hopen. Heel interessant. Ondertussen is het zo dat vaak, weet je wel, een climax van een video wat verderop in de video zit, weet je wel, om de retentie hoog te houden. Dat is vandaag niet. Kutzooi, wat is dit nou weer? Oh mijn god. Hij is duurder geworden. Nou, geef even een minuutje, moet ik even wat rotzooi verkopen. Kutzooi. Overigens heb ik mijn Kanté verkocht, want Kanté, ja, die kan gewoon niet zo goed voetballen, dus ik heb Pogba daarvoor in de plaats gehaald. Maar daardoor heb ik bijna al mijn investeringen nu verkocht. Zo gezegd, ik heb ze natuurlijk allemaal aan het begin van FIFA en de FUT Calculator gezet. FUTCalculator.nl, gaat zeker checken. Maak even een accountje aan, dan kun je al je trades bijhouden. Dan moet je wel een account hebben, anders kun je je gegevens niet opslaan. Maar je ziet hier al mijn investeringen staan van het begin van FIFA. En ik heb enkel nog één Ferland Mandi en die heb ik in mijn team. Die ik voor 98k kocht en die is nu 120. Maar omdat ik nu die Kanté heb verkocht voor 385, die ik gekocht had voor 108 of zo, heb ik nu dus 1,353 miljoen winst gemaakt. En dan heb ik nog een investering staan van 38. Dus op dit moment staat mijn winst op 1,3 gewoon. Maar je kunt dus ook zonder investeringen zien. En dan staat het 1.353.000. Dus echt niet normaal hoeveel coins ik eigenlijk heb gemaakt aan die investeringen aan het begin. Ik had deze zo gezegd verkocht, want ik ben toch meer fan van Pogba. Aangezien hij gewoon kan voetballen. Gaan we nog even voor een steal of... Nee, fuck dat. 1.527.000 coins. Hij is van ons. Cristiano Ronaldo. Dit is trouwens niet slim wat ik doe. Ik kan beter dit doen. Cristiano Ronaldo. Dames en heren, hebben jullie al geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat even, want vandaag gaan we weer FUT Champions Weekend League spelen. Vorige week heb je kunnen zien dat ik 22 om 8 ging. Ik werd gewoon weer genaaid door het systeem. Nee, zat meer in. Zat echt een elite in. Helaas dus is het nooit zo ver gekomen. Maar nu met Ronaldo, jongen. Met Ronaldo gaan we gewoon rustig even elite halen. En dan is dit op dit moment mijn team. Dit is echt fraude. Dit is de tweede Weekend League. En ik heb dit als team. Ik weet het. Dit is ons eerste slachtoffer van ons monsterteam. En nou weet ik dat ik gewoon lekker live Weekend League ga doen. En dat ik het waarschijnlijk helemaal ga opfokken. Dat ik helemaal door de mand ga vallen. Ronaldo. Heeft hij nou een staartje in game? Die man die verandert zijn kaps ook vaker dan het weer. Nee, man, voor de 1-0. Ja, ja, op aangeven van Cristiano Ronaldo maakt hij hem heerlijk. Ik zit altijd bij dit soort dingen te denken. Stel, dit is deze guy zijn eerste Weekend League. Stel, vorige week heeft hij zich niet kunnen plaatsen. Omdat hij had nog geen genoeg tijd om al zijn potjes te spelen. Al die plaatsingswedstrijden. En dan is nu zijn allereerste potje van dit jaar in de Weekend League. En dan komt hij tegen zo'n monsterteam. Dan heb ik altijd wel een beetje medelijden. Eigenlijk is het ook wel heel treurig wat ik hier aan het doen ben. Hè? Beetje stoer doen dat ik van deze guy kan winnen. Het is zo oneerlijk. Pay to win. Maar doe dat nou ook. Ga naar Ekel te goed. Koop die points. Bouw zieke teams. En Mbappé met de 2-0. Jongen, die. Ik bleef een beetje hangen. Ik ga gewoon weer. Wat is dit? Ik kan niet meer praten. Komt dat een tumor aan mijn wang. Maar daar is die. Wow, de Akka. Ja, dank u. Die is echt fucking OP. Zeker als je met Ronaldo of Mbappé doet. Of Neymar. Het is gewoon 2-1. Dat is zijn eerste kans. Dat vind ik dan wel knap dat hij scoort. Zo, deze goaltune is niet kut. Dit is echt niet gezond, joh. Het doet niet eens zo heel veel pijn, hè? Maar het is echt, 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 echt heel kut. Het voordeel is dat ik mezelf niet heel de dag hoef te zien. Want met die tumor kun je niet serieus naar jezelf kijken. Maar ik kan mijn bek dus niet verder open doen dan dit. Dus ik kan ook niet eten of zo. Ja, wel, maar ik moet het soort van me instouwen, letterlijk. Want ik kan mijn mond niet ver genoeg open doen om me naar binnen te juten. Okay. Over een maand moet ik dus mijn andere kant laten trekken. Dus dan krijg ik deze ellende waarschijnlijk gewoon weer. Heel interessant. Nee, maar... Is er langs, korte hoek, tuurlijk, 3-1. Hij liet zijn keeper, ik weet niet of hij bewogen of alleen uitkwam. Maar hij liet dit gaatje, jongen. Neymar is misschien toch wel nog beter dan Ronaldo. Ik heb nog niet gescoord met Ronaldo, hè. Triest, jongen. Nou, we winnen de eerste wedstrijd wel. 3-1, prima. Niks aan het handje. Ik moet wel zeggen, vorige week speelde ik 6 wedstrijden in het eerste uur of zo. Omdat iedereen kwitte. Ik was zeg maar niet heel overtuigd in dat opzicht. Ik was wel heel erg Ronaldo aan het zoeken. Zo, Nonshani en Bolo. Oké. Vorige week heb ik dit soort teams niet tegen gehad. Maar misschien komt dat dus wel omdat deze mensen gewoon vorige week nog niet geplaatst waren. Dat zou natuurlijk kunnen. Dan moeten we hem nu wel echt helemaal slopen.
Ik heb gewoon zin om tegen dit soort teams meteen druk te gaan zetten. Om gewoon erop en erover, zeg maar. Dat gevoel. Alleen dan waarschijnlijk geef ik dan veel te veel ruimte weg. Kom ik 1-0 achter door een doelpunt van Embolo. Als Embolo tegen me scoort, geef ik €50 weg. Embolo. Oh, hij wisselt. Oké, Martial erin voor. Ah, Embolo, helaas. Dan gaat hij in ieder geval zeker niet scoren met Embolo. Nee. Oh. Wat ben ik allemaal aan het doen, man? Ik sta gewoon 1-0 achter. Ik sta gewoon 1-0 achter. Door een doelpunt van Yannick Carrasco. Neymar op Ronaldo 1-1. Nee! Oh mijn god, deze tackle was niet ziek. Was wel een beetje alles of niets tackle. Want voor hetzelfde geld krijg je rood en een penalty tegen. Maar het werd alles voor hem. Het is rust. En ik ga de tussenstand gewoon niet noemen. Alsof er niks aan de hand is. Ronaldo, heerlijke bal. Neymar, dit moet hem zijn. Oh, wat doe ik? Waarom schiet ik al zo vroeg? Ik bedoel... Nou, dan maar met zo'n lelijke kutcorner. Ronaldo, kop die bal binnen, jongen. Oh, hij heeft wat te steken nog. Kut. Ik ga dit verliezen. Ik snap er geen tyfus van. Mbappé, bal weer geblokt. Rebound gaat ook echt helemaal nergens heen. Watch out. Penalty nog. Zo, ja, 89 minuten. Zo, wat was er met dat gezicht gebeurd? Ja joh, jij gaat er charmant op uitzien op YouTube. Ik mis hem ook. Ja, ik mis hem ook nog. Maar dat past helemaal in deze wedstrijd. Natuurlijk mis ik hem. Jongen, wat gebeurt... Dit heb je gewoon ooit. Maar ik snap hier helemaal niks van. Dit is zo slecht. Dit is zo slecht. Oh mijn god. Oh, we scoren nog. 1-1. Wauw. Doe maar een wat betere tegenstander. Ik speel denk ik liever tegen wat betere teams ofzo. Korte hoek, 1-0, let's go. Geen genade. Ronaldo, heerlijke bal. Neymar, 2-0, let's go. Ronaldo is wel meer van de assist, hè. Ja, hij heeft wel flink wat assist. En van de dansjes is hij ook overigens. En van het verkrachten van... FBI, help me dan! Nee! Oh, hij scoort gewoon de 2-1 met een kopballetje. Wat is dit? Wat is dit? Nou, jongen, wat speel ik? Nee, maar verre hoek, 3-2, kom maar. Kut. Ja, hij komt helemaal vrij. Dit is wel een goede goal. Ronaldo, het zou heel lekker zijn als je nu je eerste goal kan gaan maken. Hij heeft er heel veel minuten voor nodig. Oh, dit gaat nog zo mis. Dit gaat hartstikke goed. Jongen. Ik ben niet trots op wat zich hier vandaag heeft afgespeeld. Dit is niet het begin waar ik op had gehoopt. Maar we winnen. We winnen in ieder geval, we gaan 2-1 en het komt wel. Vorige week begon ik heel goed, zwakte ik daarna wat af. Laten we hopen dat deze week een beetje slecht begint en dat het daarna wat beter gaat. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ronaldo, super aankoop. Fantastische speler. Dat hij het niet goed deed, lag aan mij. DualShock 4 is leeg. Nou, leggen we die aan het opladertje. Neem een kleine pauze. En dan gaan we straks gewoon rustig 29-1. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En de route. Ziet er niet uit.